Nou, het gaat ongelooflijk goed. 404.827 mensen die het hebben ondertekend. Een heleboel deelnemers. Aan tafel heb ik een groot tekstschrijver. Dick van de Heuvel. U schrijft theaterstukken. Ja, klopt. En u heeft het ook rustig gehad de afgelopen periode? Nee, zeker niet. Nee? Nee, toch niet? Nee, het is echt ontploft. En de wereld ontploft ook een beetje. Ik ga je mijn verhaal vertellen. Ik had een voorstelling gemaakt, Vietnam, over bootvluchtelingen in de jaren 80. En wij zouden op donderdag 12 maart spelen in Waalwijk. En we hadden het decor al staan, we hadden het licht al ingehangen. En ik zou nog wat scènes doornemen met de acteurs. En toen mochten we niet meer spelen. En ik kreeg echt meteen het gevoel, ik sta in een film of ik sta wel in een toneelstuk. Er werd natuurlijk gehuild, sowieso gehuild. Ook door een technicus die een lamp naar beneden haalde. Er werd ontzettend gelachen. We hebben in die voorstelling Vietnamese lumpia's. Dat is onderdeel van de voorstelling. Maar ja, die zijn we maar zelf gaan opeten. Want ja, wat moet je er anders mee? En we wisten ook niet, moeten we nou weg of gaan we nou blijven? En wat gaat dit betekenen? Is dit nou voor de rest van ons leven? Of mogen we morgen... Onzekerheid. Totale onzekerheid, maar ook, ja, daar word je melig van. En daar word je vrolijk van. En daar word je gek van. En daar word je verdrietig van. Ja, ik was ook wel bang. Ik was ook wel heel erg bang. En niet voor de ziekte. Maar wel voor wat gaat dit betekenen voor de cultuur. Maar goed, ik heb dat allemaal opgeschreven. En ik kwam 's nachts thuis. En ik ben meteen aan de schrijfmachine gaan zitten. En ik ben een stuk gaan schrijven. Over die situatie. Een soort Huis Clos van Genève, maar dan op mijn manier. Dus vrolijker en simpeler. Over een groep acteurs die opgesloten zitten in een theater. En die daar niet uit meer mogen. En die bedenken dat ze nooit meer zullen spelen. Dat is echt heel creatief. Ja, het diende zich meteen aan. En de volgende ochtend, ik heb die nacht niet geslapen. En de volgende ochtend kwam ik erachter dat er een snelloket was bij de gemeente Amsterdam. Bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Waar je een subsidietje kon aanvragen. Dus ik heel stiekem, niemand vertelt, subsidietje aangevraagd. En na een week kregen we die subsidie. Dus toen dacht ik, dan moet ik het maken. En toen ben ik meteen mensen gaan bellen. De acteurs van Vietnam, natuurlijk. Maar meteen ook Van Jen van den Bos, René van Kooten, William Spaai. Die zeiden meteen, we doen mee. Nee, waar spelen we dan? Ik dacht, ik heb nog niet eens een theater, weet je. Ik bedoel, ik heb het stuk net geschreven. Dus toen heb ik de Lamar gebeld, Andreas Fleisman. En die zat op de fiets. Was helemaal buiten adem. Die had echt zo'n coronaconditietje. Dat is het flauw van me. Ja. Dat is wat het kan helemaal niet. Maar hij was gewoon aan het fietsen. En ik zeg, mag ik dan bij jou spelen? Ja, dat is goed, maar dan wil ik één deal. Dan moet ik het moet vanavond al op die site. Heb je al een titel? Ja, de titel. De titel is... En de laatste doet het licht uit. En dan moeten we vanavond al op die site. En kun je twee keer op een avond spelen, want we mogen maar voor 30 man. Ja, dat is goed. En toen belde om 9 uur iemand van de Lamar en die zegt, die eerste twee avonden, dat waren 120 kaarten, hè, we spelen twee keer op een avond, twee keer. Die zijn al uitverkocht. Dus kun je nog twee keer spelen. Ik wil al die mensen weer bellen. Dus het begon met 18 en 19 juni en, nu, en er kwamen 24 en 25 juni bij. Ja. En die hebben we toen meteen gebeld. En iedereen zei, leuk, dan gaan we nog een keer spelen. En ook dat was binnen een uur uitverkocht. Dus wat we nu hebben bedacht mensen is... Mensen hunkeren natuurlijk naar... Het is, kijk, maar wij als theatermakers ook. Wij hunkeren ook. Ik merk dat er... kijk, je kan zeggen cultuur in actie. Maar dat betekent niet dat je in reactie moet komen. Je moet niet gaan zitten wachten tot er iemand in Den Haag besluit om jou een paar centen te geven. Natuurlijk, dat is belangrijk. Dat moeten we laten zien. En we moeten dit digitale malieveld... Ik ben er helemaal voor. En ik ben er ook strijdbaar in. Maar we zullen ook zelf moeten laten zien hoe creatief we zijn. Wat 30 mensen in een zaal of 100 mensen in een zaal... of straks misschien 163 mensen in een zaal... wat je daarvoor kan maken. Was u er al toen Guido Weijers is dat? Nee, die heb ik niet gezien. Maar ik neem aan dat die ook als een gekke idee heeft. Ja, maar over creatief gesproken... die kwam namelijk ook met een briljant idee... om namelijk een soort van 4 containers naast elkaar te plaatsen... met 4 keer 30 mensen... en daardoor uiteindelijk meer dan 100 mensen te kunnen hebben als publiek.
Dus over creatief zijn gesproken, ik denk dat een heleboel makers de afgelopen periode als een gek na zijn gaan denken. Nou ja, wij hebben besloten om 25 juni, die laatste voorstelling, spelen we 2 keer op een avond, om er dus ook 4 of 5 camera's omheen te zetten. En dat je dus live thuis ook mee kan maken hoe het is om in het theater te zitten. Nou, daar zijn we nu ook alweer 200 kaarten voor verkocht. Dus dat is succes, hè? Ja, nee, maar het gaat niet alleen maar om het succes. Het gaat om enorme energie die jij ook moet voelen als je hier zit en met mensen praat. Maar die blijkbaar overkomt. Ja, maar niet alleen van de makers, ook van het publiek. En weet je wat ook nog belangrijk was met dat online aanbieden? Wat ik niet wist, omdat we af en toe als theatermakers ook zo hartstikke blind zijn. Omdat we dingen niet zien bij het publiek. Ik heb heel veel mailtjes gekregen van mensen die over dat online. Die zeiden, oh, wat ben ik daar blij mee. Want ik kan het komende half jaar niet naar het theater, want ik zit in de risicogroep. Ik hou zo van het theater en ik kan er niet gewoon domweg niet heen. Ik kan al die voorstellingen van het laatste half jaar niet zien. Of mensen die zeggen, door de beperkingen op het openbaar vervoer kan ik niet naar de Lamar komen. Dus daar moeten we allemaal creatieve oplossingen voor verzinnen. En het is belangrijk dat we dat doen om te laten zien dat we ook de creatieve sector zijn. En dat we zo strijdbaar zijn. En dan hebben we wat steun in de rug nodig. Vindt u dan ook dat de verantwoordelijkheid ook echt bij de makers zelf ligt? Zeker. Als wij stilvallen, valt alles stil. Als wij maar ons laten horen, in dat opzicht ben ik natuurlijk een ouderwetse sociaal-democraat. Wij moeten de straat op. Wij moeten op de straten roepen dat barricades. We er zijn. Ja, barricades. Dit wat jullie doen, dat is echt geweldig om te laten zien. Wij zijn er. En dan krijgen we antwoord. Maar los van de barricades zegt u dus ook, neem als maker zelf ook vooral het initiatief. En laat zien dat je zelf ook je eigen verantwoordelijkheid neemt. Weet je, het meest erge wat ik kan zeggen, en ik zeg het toch, is het ruimt ook op. Er zijn ook een heleboel oude meuk die nu even verdwijnt van die podia. Dat vind ik op zich heel prettig. Verfrissend. Verfrissend. Want het theater, de lege theaters, dagen uit om nieuwe dingen te maken. Dat betekent dat mensen die nieuwe dingen kunnen maken. En ik bedoel, ik ben blij dat ik daar even aan mee mag kijken. Weet je, ik bedoel, ik ben ook al een oude puntje. Maar het feit dat die jonge energie er is van geef ons dan die podia. Van jonge mensen heb ik het nu over. Geef het ons dan. Laten wij het dan even mogen laten zien. Maar ik vind het allemaal belangrijk. Ik heb allerlei mensen aan tafel gehad, allerlei leeftijden ook. U heeft ook echt jonge energie. Ja, maar dat komt omdat wij Homemade Productions, mijn productiemaatschappijtje, maakt theater met jongeren en voor jongeren. Dus ik omring mij voortdurend van jonge mensen. En ik haat de dag dat ze me als opa gaan in een hoekje gaan zitten en zeggen, doe jij maar even niks, wij doen het wel. Nou, dus ik wil daar middenin zitten. Nou, vanuit mij in ieder geval een heel groot compliment voor uw energie en voor deze creativiteit, deze oplossing eigenlijk. Ja. Namens hoeveel mensen gaat u tekenen? Wij hebben dit jaar 3 producties gedaan. Ik heb die mensen gebeld, of ik namens hun mag tekenen. En dat zijn er bij elkaar 50. Dat vind ik toch wel heel... Heeft u 50 mensen gebeld? Ja, nee, nou, geappt. We hebben appgriproepjes ook, weet je wel. Van, vind je het goed dat ik dat doe? Nee, dat is prima. Ja. Ik bel veel, hoor. Ik schrijf het op. Als ik je nummer heb, dan bel ik je. Dat super. Dat is het pijnlijke van mij. Ik laat het nu invoeren in de calculator. Er komen 50 mensen bij. Als u... het wil ondertekenen. Ja, ik vind het wel erg dat we nog niet op de 500.000 zitten. Maar misschien gaan we het halen. Dat gaan we absoluut halen. Ja. Die ambitie die hebben we en het gaat lukken. Ja. U mag het daar ondertekenen. Ja. 404.877.